instructiefilm is bedoeld om u een indruk te geven van de werkwijze van een batterijveldartillerie. Wat is een batterij? Is dat dit? Ho, stop. Dat is ook een batterij. Maar wij bedoelen een andere. Laten we een paar stappen teruggaan en eerst de organisatie van een batterij gaan bekijken. Als batterij treedt hierop een batterij 25 ponders. Een batterij bewapend met een andere vuurmondsoort is in grote trekken gelijk georganiseerd. U ziet dat het nogal een omvangrijk geheel is. Dat blijkt ook wel uit enige cijfers. In totaal telt de batterij ongeveer 120 man. Zes stukken en 25 voertuigen. De batterij bestaat uit verschillende onderdelen die we nu eerst afzonderlijk gaan bekijken. In de eerste plaats dan de batterijstaf. Hierin vinden we de batterijcommandant met zijn commandogroep. Het is maar een klein groepje, vier man in twee jeeps. Na de commandogroep de verzorgingsgroep. Deze groep bestaat uit drie voertuigen, de keukenauto, het voertuig met het administratief personeel en de wagen van de monteurs. Verder de terreinmeetgroep in twee jeeps met personeel en materieel voor het verrichten van terreinwerkzaamheden. Tot slot de verbindingsgroep met een commandant op een motor, twee ordonnansen, één op de motor en één met een jeep en een lijnwagen. Deze vier groepen vormen dus samen de batterijstaf. In de tweede plaats vinden we de gevechtsbatterij, die ook uit verschillende groepen bestaat. Allereerst de commandogroep met aan het hoofd de batterijofficier. De groep wordt vervoerd in twee radioauto's, waarin het personeel en materieel benodigd voor de vuurregeling en het onderhouden van radioverbindingen. Vervolgens de zes stukken, het gedeelte van de batterij waar het eigenlijk om gaat. Vier voertuigen met aanhangwagens, waarop het grootste gedeelte van de munitie wordt vervoerd, voltooien de gevechtsbatterij. En tenslotte de laatste groepen van de batterij. Drie waarnemingsgroepen, elke groep met een luitenant-waarnemer en twee man in een jeep. En dit was dan in grote trekken de organisatie van de batterij. Voordat we nu de werkwijze gaan bekijken, eerst nog iets meer over organisaties. De batterij is een onderdeel van een afdeling. Een afdeling bestaat uit drie vuurmondbatterijen en een staf- en verzorgingsbatterij. In deze batterij vinden we een aantal groepen en pelotons die de vuurmondbatterijen van het nodige voorzien. Zo vinden we de operatiën- en inlichtingengroep en de terreinmeetgroep. Het verbindingspeloton voor extra radio- en lijnverbindingen. En het verzorgingspeloton, dat voor de bevoorrading, het onderhoud aan de voertuigen en extra munitie zorgt. Er zijn nog meer groepen in de staf- en verzorgingsbatterij waarover nog veel te vertellen zou zijn. Maar nu terug naar de vuurmondbatterij. Het is de taak van de batterij vuur af te geven ter ondersteuning van de infanterie en de cavalerie. Zoals wij de batterij tot nog toe hebben gezien, met de stukken achter de trekkers is dit niet mogelijk. Om te kunnen vuren moet de batterij in stelling komen. Hoe dat in zijn werk gaat, gaan we nu bekijken. Voordat de batterij in stelling komt, wordt een verkenning gehouden. De batterijcommandant maakt hiertoe eerst een rondrit met de luitenant toegevoegd BTO en de batterij OWI binnen het gebied dat hem door de afdelingscommandant is toegewezen bij de bevelsuitgifte. In dit vrij grote gebied zoekt hij de meest geschikte plaats voor het stellinggebied, het gebied waarin de gehele batterij wordt opgesteld. Hij zoekt in de eerste plaats een stelling, het gebied voor de stukken. Daarna ziet hij uit naar plaatsen voor het vuurregelingscentrum, de keuken en dergelijke. Nadat de batterijcommandant zijn keus heeft bepaald, moet een aantal voorbereidende werkzaamheden worden verricht. Daarom neemt de batterijcommandant de verkenningsgroep met zich mee op verkenning.
Tijdens de rondrit door het terrein blijft deze achter op een centraal in het toegewezen gebied gelegen plaats. De drie voertuigen worden verdekt opgesteld. Enige posten voor de nabijbeveiliging worden uitgezet. Tot de verkenningsgroep behoren behalve de batterijcommandant en de functionarissen waarmee hij de rondrit maakt, nog de wachtmeester verbindingen, de wachtmeester 1 batterijonderofficier, de wachtmeester rekenaar vuurregeling en een aantal gidsen en chauffeurs. De batterijcommandant geeft nu aanwijzingen aan de verkenningsgroep voor de plaats van de stelling, de hoofdrichting, de batterijcommandopost, de opstellingsplaats voertuigen, de keuken en het verspreidingspunt en het tijdstip waarop de gidsen daar terug moeten zijn van hun verkenning. Nadat de batterijcommandant zijn aanwijzingen heeft gegeven, gaat ieder aan zijn taak beginnen. De luitenant toegevoegd BTO verkent met het toegevoegde personeel de stelling. De batterijcommandant geeft de plaats van het nulpunt met een baak aan. Zo nodig geeft hij nog aanwijzingen zoals hier voor de globale vorm van de stelling, de plaats van het VRC en het kompasrichttoestel. De batterijonderofficier plaatst de stellingvlaggen. Hij houdt hierbij onder andere rekening met de plaats van het kompasrichttoestel. De luitenant toegevoegd BTO plaatst het kompasrichttoestel. Hij laat de luchtbel inspelen en stelt het vervolgens in de hoofdrichting. De wachtmeester vuurregeling richt het batterij vuurregelingscentrum in en maakt de vuurkaart gereed. De batterij OWI verkent met zijn gidsen de plaats van de commandopost, de munitiegroep, de opstellingsplaats voertuigen en de keuken. De wachtmeester verbindingen verkent de plaats van de centrale en de route waarlangs de lijnen zullen worden gelegd. In de stelling is de luitenant toegevoegd BTO nog bezig het kompasrichttoestel in de hoofdrichting te stellen. De BTC heeft toezicht gehouden op de verschillende werkzaamheden. Op het afgesproken tijdstip gaat hij naar het ontmoetingspunt om de rest van de batterij op te halen. De batterij OWI verzamelt zijn gidsen en gaat naar het verspreidingspunt.
Ook de batterij-onderofficier zorgt op tijd aanwezig te zijn op het verspreidingspunt, waar de wachtmeester voor bindingen al wacht. Alle gidsen zijn nu aanwezig. Aangekomen op het ontmoetingspunt laat de BTC zijn jeep verdekt opstellen. Zonder halt te houden passeert de batterij het ontmoetingspunt. Batterijcommandant leidt zelf de BTO naar het batterij VRC en brengt hem op de hoogte. De gidsen brengen de stukken volgens het rijplan naar hun stellingvlaggen. Meester Verbindingen leidt de verbindingsvoertuigen naar de plaats van de centrale. De luitenant terreinmeter begeeft zich met zijn groep naar het batterij VRC voor het ontvangen van aanwijzingen. OWI is met zijn gidsen bezig de munitie- en verzorgingsvoertuigen naar hun plaats te brengen. De gidsen hebben de stukken tot bij hun stellingvlag gebracht. De stukscommandanten springen uit de trekker en geven aanwijzingen aan de chauffeur. Bij de stellingvlag aangekomen houdt de trekker halt en wordt de wielbedding neergelaten. Het stuk wordt op de wielbedding getrokken en vervolgens afgehaakt. Het stuk wordt globaal in de hoofdrichting gedraaid en verder in stelling gebracht. Zo spoedig mogelijk wordt een begin gemaakt met het in de hoofdrichting brengen van de batterij. Kompas recht toestel, derde, 219 graden, 40 minuten. Derde, 219 graden, 40 minuten. Op aanwijzing van de stukscommandant gaat de chauffeur met zijn trekker naar de verzamelplaats trekkers.
De chauffeur van de OWI haalt de trekkers hier op en geleidt ze naar de opstellingsplaats voertuigen. De voertuigen worden gedekt opgesteld, terwijl een begin wordt gemaakt met de camouflage. Ook in de rest van het stellinggebied wordt hard gewerkt. De keuken wordt opgezet en verder ingericht. Met het leggen van lijnen is reeds begonnen. Zo spoedig mogelijk wordt de lijn van de batterij naar de afdeling gelegd, terwijl op de terugweg voor een extra lijn van de afdeling naar de batterij wordt gezorgd en vervolgens op de batterijcentrale wordt aangesloten. De terreinmeetgroep is bezig de coördinaten van het nulpunt te bepalen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het meetlint en het kompasrichttoestel. De gemeten gegevens worden vervolgens uitgerekend met logaritmetafel en rekenliniaal. Ondertussen is de batterij in de hoofdrichting gebracht. De stukscommandanten hebben opdracht gekregen de hoofdrichting te verzekeren. In dit geval gebeurt dit met behulp van de baken. Eerst wordt de verste baak geplaatst. Vervolgens wordt de voorste baak in lijn met de achterste geplaatst. Ondertussen worden de telefoonlijnen van de stukken naar de BTO gelegd. Zo spoedig mogelijk na het hoofdrichting verzekeren wordt een aanvang gemaakt met het camoufleren van de stukken. Ook in de rest van het stellinggebied wordt de camouflage aangebracht en de gemaakte sporen uitgewist. De centrale is in bedrijf, terwijl in de keuken de koks het eten bijna klaar hebben. De posten voor de nabijbeveiliging zijn uitgezet. Kortom, de batterij is gereed om te vuren. De stelling is voltooid. De waarnemingsgroepen hebben wij bij de stellingname niet meer gezien. Dat komt omdat zij de onmisbare schakel vormen tussen de infanterie of tanks die wordt gesteund en de afdeling met zijn vuurmondbatterijen. Nadat de waarnemers op de commandopost van het bataljon, waaraan zij zijn toegevoegd, op de hoogte van de toestand zijn gebracht, gaan ze ieder naar een compagnie. De compagniescommandant brengt de waarnemer op de hoogte van de toestand. De waarnemer dient een vuuraanvraag in op die doelen welke de compagniescommandant hem opgeeft, zoals hier. Een peloton infanterie met tanks in de omgeving van een vastgelopen tank.
Oscar 4-5, hier Oscar 4-8, een vuuraanvraag, over. Oscar 4-8, hier Oscar 4-5, over. De gegevens uit de vuuraanvraag worden uitgezet, waarna de schietgegevens worden bepaald. Over. Ga links 200, omhoog 10, vooruit 400, over. Op uw posten! Op uw posten! De BTO geeft dit commando zodra hij weet dat een doel onder vuur zal worden genomen. De vuurcommando's worden, zodra ze gereed zijn, doorgegeven aan de stukken. De stukken worden gericht en geladen. Tijdens het inschieten vuren slechts twee stukken. De waarnemer geeft aan de hand van de ligging van de schoten ten opzichte van het doel zijn correcties die op de vuurkaart worden aangebracht. Het inschieten wordt voortgezet tot de vereiste graad van nauwkeurigheid is verkregen. Dan vraagt de waarnemer om uitwerkingsvuur. Nu vuurt de gehele batterij. Hiermee hebt u een indruk gekregen van de organisatie en werkwijze van een batterij veldartillerie.